24 uur per dag. Muziek, informatie en nieuws. GoTV. De beste mix. Go in de regio. Politiek. 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 Patrick van der Hoef, de lijsttrekker van de PVV in Terneuzen. We staan hier op de Zeedijk in Terneuzen. Waarom zitten we in een belangrijke plek voor u? We staan hier aan het Weidse water. Het Weidse contact waar Terneuzen grenst aan de Westerschelde. We kijken zo uit over de beheng van de bebouwing naar de binnenstad. Ja, Terneuzen en water, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik denk deze plek met de scheepvaart op de achtergrond, ik kan daar intens van genieten. En het straalt groots uit. En dat is ook Terneuzen. Terneuzen straalt ook groots uit. Ja, het is wel, u bent wel een beetje trots op de stad. Dus ja, ik ben zeker trots op de stad. Het is een schitterende gemeente. En ik verheug erop om ook daar weer de komende 4 jaar voor de PVV de fractie te mogen leiden. Er zijn een aantal punten die toch wel heel erg belangrijk zijn. Onder andere de ouderenzorg. Ja. Waarom is dit zo belangrijk voor u? Ben je geboren en getogen in bijvoorbeeld Zuiddorpen. En je zou er graag oud willen worden. Dan moet dat kunnen. Dan moet er een voorziening zijn in ieder geval met een ondersteuningspunt of wat dan ook. Waarbij je kan zeggen van gelijkvloers wonen. Hier wil ik gewoon samen met mijn echtgenoot man of vrouw. Oud worden. Een ander belangrijk punt in het verkiezingsprogramma is de veiligheid binnen de gemeente. Dan wilde u sowieso meer blauw op straat. Waar eigenlijk weer terug naar de politie. Ja. Ja. De wijkagenten geloof ik ook. Waarom is dit een belangrijk punt? Wij vinden dat veiligheid geborgd moet zijn. Wij hebben als gemeente, dat zeg ik er wel bij, vrijwel geen controle over de inzet van de politie. Maar wat kan ik dan wel binnen die gemeenteraad? Dat is zorgen dat bij ons op de kaart komt te staan dat de BOA-capaciteit wordt uitgebreid. En ik snap ook wel dat we niet terug kunnen naar de wijkagent van vroeger. Maar ja, we hebben in geen enkele kern zo'n beetje meer een politiebureautje of een aanspreekpunt. Ja, en dat is wel een dingetje. Ik zie wel in het partijprogramma in zijn geheel eigenlijk een beetje dat u toch wel de goede oude tijd toch wel eigenlijk graag naar terug zou willen. Is dat een goede omschrijving? Of? De goede oude tijd. Ja. Maar dan zie je het beeld voor je natuurlijk van Nederland met de molens en de tulpenvelden en zo. Ja, natuurlijk. Maar dan kom je richting behoud van cultuur. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Terneuzen moet Terneuzen blijven. Zeg nou niet, want ik ben natuurlijk leider van de grootste oppositiepartij in Terneuzen. Ik zeg niet dat er alles fout gaat in Terneuzen. Sterker nog, wij zijn niet voor niks constructief gebleven. Er gaat verschrikkelijk veel goed. Het college wat er de afgelopen 4 jaar heb gezeten, nou, die hebben ook goede slagen gemaakt. En ja, wij willen daar meer vleugjes PVV aan toebrengen. En ja, daar staan we klaar voor met het nieuwe team. Okay, u zegt nou, u bent de leider van de grootste oppositiepartij. Dat is natuurlijk landelijk gezien ook zo. De PVV wordt toch ook, is vaak een grote partij, maar zit eigenlijk nooit in een coalitie. Ja. Hoe ziet u dat in Terneuzen? Wilt u graag in een coalitie? Ja, ik ben blij met die vraag. Ik zie er in Terneuzen wel mogelijkheden voor. Wij hebben laten zien waar we voor staan. En waar dus de twijfels van 4 jaar geleden waren van, goh, laat ze eerst maar eens even zien hoe ze erin staan, welke mensen het zijn. Denk ik dat dat nu wel weggewijfd is en dat de tijd rijp is voor meer PVV. Meer PVV. En zou u dan ook eventueel ook een positie als wethouder ambiëren? Je moet verantwoordelijkheden nemen als daar de weg voor gelegd wordt. Ja. En dat zal ik ook zeker doen. Wij hebben van GoRTV natuurlijk ook wel eens wat berichten die dan eventueel over de PVV gaan. En dan is het toch online, is er heel veel kritiek. Ja. Ook van mensen die u helemaal niet kennen. Nou, herinner ik me één instantie, er was een meneer die had heel veel kritiek. En die had ook kritiek op u persoonlijk. En toen zei hij, maar u kent mij helemaal niet. Ja. Hoe kijkt hij naar dat soort kritiek van mensen die u inderdaad niet kennen, maar die dan toch de PVV... Ja, hoe kijk je daarnaar? Iedereen mag een mening hebben. En dat moeten we ook vooral zo houden. En iemand aantijgen op de persoon zelf, dus mij aantijgen op mijn persoon, of dat ik iemand van een totaal andere politieke stroming zou aantijgen op zijn persoonlijkheid, ja, dat vind ik nog dom. Dat moet je niet doen. Iemand staat voor zijn idealen. En wie daarover gaat, is de kiezer. GoTV. 24 uur per dag. Muziek, informatie en nieuws.
Dit is GoTV,